De meeste werken die ik maak ontstaan eigenlijk vanuit een soort het spelen eigenlijk met materiaal. En dan kom ik altijd iets tegen wat ik super leuk vind. En in dit geval was dat eigenlijk dat omvallen. En dat omvallen wou ik eigenlijk kijken of ik daar iets mee zou kunnen. Dus dat, doordat het net uit balans staat, dat het daardoor een kant moet kiezen. Dus een, ja, letterlijk omvalt eigenlijk. En zoals ik eigenlijk altijd doe, als ik zoiets heb gevonden, probeer ik dat dan te mechaniseren. Waarna je eigenlijk als toeschouwer gewoon kan kijken naar wat daar gebeurt. Die verwondering kan zien. En daarmee eigenlijk ook dit onvoorspelbare gedrag wat hij nu uiteindelijk vertoont, kan waarnemen. En je kan afvragen van hoe dat dan überhaupt kan gebeuren. Maar vooral dat ontdekken, eigenlijk dat speels ontdekken, wat ik zelf ook doe. Dat mensen dat hier al eigenlijk ter plekke ook even aan het doen zijn. In ieder geval iets speels in de mens weer terug proberen te vangen. Dus dat iemand dat zelf ook weer even ervaart. Dat hij denkt, ah ja dus het kan zo simpel zijn. Maar dat gevoel had ik misschien vroeger ook eens een keer met het spelen. En in dit geval is dat dan minder, omdat niet iedereen met zo'n staaf een keer heeft gespeeld. Maar in het geval van mijn rolmaten, wat een eerder werk dan is, is dat wel heel herkenbaar. Maar dat juist dat spelen en dat speelse terug proberen te vinden in ieder mens eigenlijk, dat vind ik interessant.